Dat kan je wel goed. Gaat u gang. Bijzonder, dat was. Net zoals de 52 Utrechtse jongens die omkwamen in het voormalig Nederlands-Indië, de onzichtbare wonden die de oorlog in Indonesië achterliet, zijn bij velen van u nog niet geheeld. En dat vind ik heel pijnlijk. Het is vandaag de dag moeilijk om ons te verplaatsen in de omstandigheden van toen in Indonesië. En uw bestuur heeft er hard voor gewerkt om dit monument voor hen op te richten. En dat was op zijn zachtst gezegd niet makkelijk. Maar dankzij deze inspanningen is er nu een fysieke plek die mensen herinnert aan de offers die hun stadgenoten hebben gebracht. En is er ieder jaar in december een moment stilte uit respect voor de gevallen. Mevrouw de minister, mevrouw de eurocommissaris van Koning, veteranen, nabestaanden, bestuursleden van de Stichting Herdenking Indië Monument Utrecht. Maar uw bataljon had daarentegen vele gesneuvelde te betreuren, waaronder uw bataljonscommandant, overste Schild. Veel veteranen hebben nog altijd moeite met de herinneringen aan de strijd in voormalig Nederlands-Indië. En de pijn en het verdriet over het gemis van de gesneuvelde werken soms nog tot in de derde of vierde generatie door. Vandaag denken wij hiernaar. Vandaag herdenken we de 52 Utrechters die in de periode 1945-1962 in voormalig Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea hun leven gaven voor ons koninkrijk. Vandaag spreken wij onze waardering uit voor hun